Ik stond in de rij van de voedselbank. En er komt op een gegeven moment een man naar mij toe lopen. Een beetje twijfelachtig, van niet wetend hoe die iets het moest brengen, zeg maar. En die meneer die vraagt op een gegeven moment aan mij van, joh, hoort hij bij jou? Op een gegeven moment, die meneer die vraagt aan mij van, hebben jullie een PlayStation? Ik zeg, nee. Ik zeg, die heb ik niet. En meneer die zegt in één keer, nou alsjeblieft, overhandigt mij een Albert Heijn tas met een PlayStation erin. Van alsjeblieft, dan is die nou voor jou. Dan heb je hem nu wel. En ik stond eigenlijk heel geschrokken van, hoe bedoelt u? En hij zegt, nee, deze is voor jou, want mijn zoontje die heeft hem over en die heeft een andere PlayStation. En ik kan hem wel verkopen, maar ik heb veel liever dat ik een ander mens er blij mee maak. Ik zeg, nou, dat is u zeker gelukt.